We kunnen zeggen, zijn dood van de Godmens heeft de zonde weggenomen die de mens heeft, maar niet zou moeten hebben. Hij heeft iets gekregen wat hij eigenlijk beter niet kan hebben. Zijn dood schenkt de mens het leven en wat hij nodig heeft en wat hij niet nodig heeft. Je krijgt er dus eigenlijk een soort van stramien door. Je kan het hier een beetje schematisch bekijken. De zonde, dat is eigenlijk een heel groot gegeven. Daar moet je iets mee. Als je daar helemaal niks mee doet, dan word je er niet gelukkig mee. Je moet er keuzes in maken. Je moet er keuzes maken van wat je er eigenlijk daadwerkelijk mee gaat doen. En dat is niet zo gemakkelijk. Dat is eigenlijk te begrijpen wie eigenlijk Jezus is. Dat is misschien wel het moeilijkste. Vandaar hier dat boekje ook van waarom Jezus, waarom? De islam gaat er totaal aan voorbij. De Joodse gelovigen die gaan er ook altijd totaal aan voorbij. Of heel veel Joodse. Die geloven allemaal nog steeds in dat Jezus, was gewoon een toevallig iemand die er kwam. Maar als je uitgaat van die drie enige God, dat eigenlijk de Vader, de God, de Zoon en de Geest, en dat het eigenlijk allemaal werkelijke liefde is. Zo vertaal ik het eigenlijk voor mezelf altijd. Eigenlijk zijn al die personificaties die je kunt aannemen door bepaalde woorden. Die vertellen eigenlijk alleen maar iets over wat jij ergens onder verstaat. Als jij bij voorbaat al zegt van nee, dat is niet zo, dan bevries je jezelf ook. En maak je, dan ga je ook niet verder. Het is de bedoeling dat je gewoon dat begrip van zonde bewust wordt. En dat je er vrij van gaat komen. Want het helpt je niet. Echt niet. Tot zover.